Goedemiddag, hier in Nieterpoort op locatie Chronose Straat. Er is hier een zwaar ongeluk gebeurd. Wij weten er nog niet zoveel van, maar met deze meneer Verduin weet veel. En we zijn erg benieuwd, want wij hebben de helikopter zien landen bij ons in het parkje Andersonstraat, Hogeweg. Er komt veel mensen op af. Ze gingen zonder slachtoffer weer weg. Mijn vraag is aan u, wat is er precies gebeurd? De mevrouw die fietst hier gewoon heel normaal, rustig. Er komt een auto aan met best wel een beetje snelheid. En ik vind sowieso al dat hier te hard gereden wordt, omdat hier eenrichtingsweg is. Samen de snelheid hier er niet uit, ze doen er niks aan. De gemeente al vaker over gaat, maar ja, dat is de gemeente zijn schuld. Die mevrouw die raakt iets blijkbaar de spiegel van de auto. Ik denk dat de auto misschien ook wel iets de linker stoeprand iets heeft geraakt, doordat hij naar rechts is gevlogen. Mevrouw heeft de spiegel gepakt, pakt de achterkant van de auto. Ja, en op een gegeven moment was net een salto wat ze maken. Hij werd gewoon afgevuurd in de lucht. Die ging zeker een meter door de lucht heen. En die kwam heel raar, knikkend op het hoofd, terecht. En het was net of ze helemaal in elkaar leed. Ach, de eerste 3-4 minuten heel veel bloed kwam eruit. Kon je haar niet bij bewust krijgen. Twee jongens heb ik erin gestuurd. Ik zei, ik bel 112. Ik zei dat ik de hoofd erbij hou. Ja, zo is het gebeurd in principe. Heel kort, maar heel krachtig. Jeetje, dus je hebt het allemaal zien gebeuren dan? Ja. Maar wel fijn dat je echt zo accuraat hebt gehandeld, ja, hè? Ja, wat moet je? Ja, dat doe je. Dat doe je natuurlijk. Ik vind het verschrikkelijk. Was haar man er net nog bij. Oh ja, ze woont hier in Lossen, dat weet u. Kent ja, u haar dat, denk ik. Nou, ik ken haar niet, maar dat denk ik wel, want die was er snel bij, dus ik denk het wel. Dus je was helemaal in shock natuurlijk. Ja, Is zulke dingen, ja. Ik leg vandaag ook alles plat, ik doe niks meer. Nee, ik kan me voorstellen dat je helemaal bij moet komen. Het is net of je wordt afgeslacht, heel verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar ze is niet meegegaan met de helikopter? Daar wil ik niets van. Ik heb mezelf een beetje rustig gehouden. Ja. Ga lekker naar huis, even ontspannen. Doe ik ook, ik woon niet toevallig zelf. Dus. Oh, gelukkig. Dan kun je even... bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Top. Ja. En ik hoop dat het zo... dat we gaan langzamer gaan rijden. Ja. En wat meer op. Ik was ook als eerste erbij. En, ja. Hiermee goed. Ja, bedankt. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Ja hoor. Dit was het journaal van TV Oost en TV Lossen en Hallo Lossen. Geen leuk nieuws, maar het moet toch ook verteld worden natuurlijk.